Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys en girls en welkom bij alweer een nieuwe video. Vandaag in deze video gaan we mijn fragrances nog eens een cijfer geven. Ik heb dus meer fragrances dan de vorige keer. Dus dit is eigenlijk mijn favoriete fragrances part 2 denk ik. En we gaan beginnen met Varanti Hombre Classique. Zoals deze. Dat is die van de Action. Dat riekt heel lekker. Ik zou deze sowieso een 7'tje geven. Dan Varanti Hombre Night. Dat is deze. Ik heb het op mee. En die geef ik sowieso al een 8. Vorige keer gaf ik die meer, maar nu geef ik die een 8. Dan heb ik hier Vigency Gold Spender. Ook het stopje direct eraf gehaald. Die geef ik een 7,5. Dan heb ik hier McGregor Eau de Toilette. Ook zo'n flesje zoals de Vigency. En die geef ik een 7,5 ook. Dan heb ik hier Floyessa Hendrick. Kessertie. Wauw, direct van deze keer goed. Die geef ik een 7,5. Ik heb hem op mijn andere kamer in staan. Ik ga die erop halen. Oké, ik ben terug. En ik was deze vergeten. Vigency Azulente. Die geef ik een 8. Gewoon omdat die zo fris ruikt. En ik heb graag frisse parfums erbij. Moet niet altijd zwaar zijn. Dan heb ik hier Varanti Hombre Bro. En ja, dat zit zo in zo'n flesje. Dit sopje zit er ons op, maar we hebben die al eens geunboxed in een video. En die ligt ook lekker, lekker spreetje voor in de auto. En dan hebben wij nog een ander flesje. Capace Exclusive Hombre Night. Ligt net dezelfde als die andere Hombre Night, maar net ietsje beter vind ik persoonlijk. Dus die geef ik een 9. En met het design van het flesje is het ook mooi, dus sowieso een 9. Dan heb ik hier een grote fles. Een grote fles. En dat is Davidoff. Cool Water Wave voor de toilet. En zoals ik altijd zeg, dat is 200 ml geloof ik. Dat is 200 ml inderdaad. En echt een mooie fles. Props naar Davidoff voor wat te doen. En die ligt heel fris, heel lekker. En perfect zomergeurtje. En ja, perfect zomergeurtje. En dan heb ik mijn duurste parfum. Ook weer mijn beste parfum. 1 Million van Paco Rabanne. En we gaan die ook eens testen. Zien hoe dat die ruikt. Jullie zien het is al wel een beetje gebruikt, een beetje veel gebruikt. En het is precies een goudstaafje. En het is dus... Het is mijn beste parfum. Echt, het riekt heel goed, het riekt heel zoet. En dus geef ik die een 10 en de Davidoff Cool Water Wave geef ik een 9,5. En de Capace ga ik dus een 9, ook een 9,5 of een 9. Ik weet niet meer, moet ik in de edit terugzien. En dit was dus zo'n beetje de video. Dit was dus mijn favoriete fragrances part 2. En ja, er zijn fragrances bijgebleven. Die ik wel heel lekker vond, zoals de 1 Million, de Dove of Cool Water Wave. En ja, dat zijn dus zo'n beetje allemaal fragrances dat ik heb gekocht de afgelopen maanden. Allee, het afgelopen jaar, zal ik maar zeggen. Want die Gold Spender en zo heb ik al bijna een jaar, dus... Ja, dit was zo'n beetje de video. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en jullie gaan eens graag terug in de volgende video maar weer. Dan is dinsdag een video. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan. Bye bye!